Dames en heren, na de wedstrijd Sportlust tegen Zwolle praten we na met Wim van het Westeinde, trainer van Sportlust. Wim, ik zei het net tegen de jongens, 3-4-0, een degelijke overwinning. Met redelijk goed voetbal. Nou, dan is het geen degelijke overwinning. Ja. Het leek af en toe gallery play. Nou, dat is geen verwijt trouwens. Op een of andere manier is het zelfvertrouwen dus enorm toegenomen. En de druk is eraf. Nou, normaal zijn dat hele vervelende potjes. Maar bij ons merk je dat er nog wat moois staat te gebeuren, hopelijk. En dat de jongens zich eraan aan het voorbereiden zijn. Merk je echt dat het team zich eraan toe is om de nacompetitie te gaan spelen? Dat de vorm nadert voor de nacompetitie? Ja, nou die vorm is er nu al een tijdje. En dat is geholpen door de bekerwedstrijden die we hebben gespeeld. En nu is het die vorm vast te houden en hier en daar nog wat verbeteren. Ja, en dan kan je het je niet veroorloven om een slappe partij te spelen. En dan weet ik wel, het staat niet zoveel op het spel. En dan denk ik toch dat ze het vandaag goed hebben gedaan. De kans bestaat dat we de eerste wedstrijd naar Drachten moeten. Jij bent vorige week bezig kijken. Voor ervan? Of ben je er nou niet zoveel over kwijt? Nee. Ik heb er gekeken en het was de nummer 2 tegen de nummer 3. 1-5 geloof ik? Ja, 1-6 zelfs. En het was wel onder de indruk van de nummer 2, dus van Drachten. En dat is onze tegenstander. En wat minder van de nummer 3. De algemene indruk is dat het niveau in het noorden wat lager is, gemiddeld genomen. Maar Drachten zeker niet. Dat is een goede ploeg. Heeft ook een hoofdklasse ervaring in het verleden gehad. En zijn ambitieus. Hebben het goed voor elkaar. Is zeker geen tegenstander die we kunnen onderschatten. Absoluut niet. Probeer iedereen fit te houden. Mike Vrolijk, Paul van Tijd, gebaseerd van het veld. Wat is de schade? Weet ik nog niet helemaal precies, maar ik zag dat hij op de bal ging staan. En normaal gesproken kost dat misschien wel een knieband. Dat valt nu wel mee, maar het is ook uiteindelijk een blessure aan zijn lies. Maar hij loopt zelf de kleedkamer uit. Dus laten we hopen dat het meevalt. En dat hij op tijd fit is, in ieder geval voor de nacompetitie. Volgende week gaan we richting de bloembollen. Ja. Ja, vind ik leuk. Ik had eigenlijk, dat zei ik in de voorbereiding op deze wedstrijd, gehoopt om vandaag kampioen te worden. Omdat ik voor de competitie wat schrik had voor Aalsmeer. Een ambitieuze vereniging, maar er is wel het een en ander gebeurd. En een goede bekende is daar trainer, Cor van Garderen. Leuke kerel en goed voor ons zit er geen druk op, maar ook niet voor Aalsmeer. Dus laten we vanuit gaan dat het een leuk potje wordt. Laat het wijntje vanavond lekker smaken. Nou, misschien wacht ik wel niet tot vanavond. Dames en heren, dit was vandaag Sportlust tegen Zwolle met Wim van het Westeinde. U heeft gezien, Sportlust heeft een 4-0 overwinning geboekt. Nog één wedstrijd voor de competitie en dat is volgende week uit richting Aalsmeer. Daarna op zaterdag 2 juni wacht de eerste wedstrijd van de nacompetitie. Zoals het er nu uitziet gaan we naar Drachten. Maar goed, laten we dat nog even afwachten. Volgende week weten we daar meer over. Ik wens u nog een heel fijn weekend en tot Sportlust.